leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb even 2 weken vrijgenomen, want ik was er echt even aan toe. Maar ik ben gisteren teruggekomen van een lang weekend naar Maastricht. De kerstmarkt. Ik ben er vorig jaar ook geweest en dit jaar dus ook weer met mijn zus en mijn moeder. En we hebben zoveel geshopt. Het is zo erg. Dus bij deze een grote verzamelshoplog van alles wat ik bij de kerstmarkt en de winkels eigenlijk in Maastricht heb gehaald. Ben je benieuwd wat ik allemaal heb geshopt? Blijf dan zeker kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar maak je me heel erg blij mee. En dan gaan we snel beginnen met deze shoplog. Mocht je het trouwens nog niet weten, in Maastricht hebben ze dus echt een mega grote kerstmarkt. Elk jaar weer. Je hebt er echt allerlei kraampjes, eetkraampjes, shopkraampjes, kerstgerelateerde dingetjes. Een hele grote reuzenrad. Het is daar gewoon vet gezellig. Maar het centrum van Maastricht, gewoon qua shoppen, qua winkels, is ook ontzettend leuk. Ik vind Maastricht echt een hele leuke stad. Je hebt er echt allerlei soorten winkels. Het is super gezellig. Allemaal zijstraatjes heb je er. En je kan er ook heel goed eten. Dus je hebt ook allemaal terrasjes. Alles is kerstgerelateerd. Moet je één keer kijken waar wij dus hebben gegeten. We gingen een keer shared dining doen. Bij Lusters, volgens mij heette dat zo. En op een gegeven moment kwamen we nog een keer de tweede avond bij een ander restaurant. Waar gewoon een pianist aan het spelen was. En dan zaten we ergens hoog over. Met een hele grote kerstboom. Het was gewoon echt magisch en prachtig. Dus echt een tip om tijdens kerst en de feestdagen naar Maastricht te gaan. Want alles is daar kerstgerelateerd. Oké, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Dus ik pak gewoon de New Yorker tas erbij. Maar dan begin ik niet met de items van New Yorker. Hier zitten eigenlijk allemaal accessoires en dingetjes in. Dus ik pak het er gewoon bij. Oké, als allereerst heb ik iets heel randoms gehaald. Het slaat eigenlijk echt nergens op. Maar we gingen even naar de kruidvat, want ik had elastiekjes nodig. Die was ik vergeten. En niet zo boeiend. Ik heb gewoon elastiekjes daar gehaald. En toen zag ik dit en toen dacht ik, ja, dit is zo schattig. Kijk nou, dit autootje. Dit is dus een goud autootje met zo'n kerstboom erop. Leuk voor ergens om neer te zetten of zo. Er zitten dus zeg maar ook batterijtjes in, dus je kan hem ook aandoen. Ik zal even dit touwtje eraf halen. Ik moet er nog batterijen in doen, maar deze kun je dus aandoen en dan geeft het, ja, autootje licht. Zo schattig. Deze was 4 euro. Heel random. Het eerste wat ik heb gehaald ook. Dan ga ik naar de New Yorker. Bij de New Yorker heb ik dit gehaald. En het is eigenlijk heel random. Hij was 5 euro, maar ik vond hem echt heel erg mooi. Het is dus een haarklip. Een gouden met zilveren diamantjes. Ja, en ik draag heel vaak gewoon haarklips. Hij zit nog vast aan een tie-reefje, dus die moet ik even afhalen. Maar het is gewoon een haarklip met superleuke diamantjes. Ook heel erg leuk voor de feestdagen dus. Ik vind dit gewoon heel erg leuk. Dan heb ik dus bij de New Yorker deze gehaald. En ik was al een tijdje op zoek naar een lekkere sweaterdress die lang genoeg is. Ook niet te lang. Die lekker zacht is. En dit kleurtje een beetje beige. En de New Yorker heeft hem. En voor een mega goede prijs. Grote kooltrui. Of kool. Maar die kun je er natuurlijk gewoon omslaan. Zo. Ja, dit is gewoon echt een topper. Hij is super zacht. Hij kietelt niet. En hij is lekker stretchy. Ik heb deze in een maatje M. En hij was 25 euro. Dus hier ben ik echt ontzettend blij mee. Oké, dan gaan we naar de kostes. En bij de kostes ging ik helemaal los. En dat was niet de bedoeling. Want dit was echt de laatste winkel. Of de laatste winkel eigenlijk waar we heen gingen. Want we hadden echt alles gehad. En ik had al vet veel geshopt. En toen zag ik nog allemaal parels. En toen dacht ik, oh. Nou ja, toe maar. Het eerste wat ik bij de kostes heb gehaald is dit broekje. En ja, hij reflecteert gewoon door die ringlamp hier. Maar het is dus een grauw broekje en ik vind hem zo leuk. Het is echt zo'n leerbroekje. En ik zag deze helemaal voor me voor oud en nieuw. Voor kerst heb ik al een outfit, dus daarvoor mocht ik eigenlijk niet echt meer wat shoppen. Maar voor oud en nieuw vind ik deze heel erg leuk. Maar dit is dus gewoon een leerbroekje. Hij valt lang genoeg en ja, hij zit gewoon echt super mooi. Hij heeft ook een band, dus je kan hem ook gewoon aanknopen, zeg maar. En ja, helemaal blij met deze. Een goud broekje. Het is ook echt een dikke, goede kwaliteit. Deze was wel... Oh nee, valt eigenlijk best wel mee. Dit is een maatje M en deze is 50 euro. Op zich prima. En ja, dit is echt de klapper van deze hele shoplog. Ik hou van cowboylaarzen en ik zag deze bij de kostes en ik dacht... Oh, dit is leuk met dat broekje. En toen pakte ik ze, waren ze in de sale. Maar echt in de sale. Ik zou ze even laten zien. Dit zijn de cowboylaarzen. Echt helemaal verdorven.
Kijk nou. Het is beige en met een licht beige kleur, een donkere beige kleur en gouden details. Het is ook echt een beetje van dat suède. Dit is wel gewoon glad. En zwarte zolen. Maar hoe mooi zijn deze laarzen. En dat goud, die details, dat past toch helemaal leuk bij die broekje. Ja, ik vind het helemaal leuk. Maar goed, ik dacht, ja, ik heb dit helemaal niet nodig. En toen keek ik zo naar de onderkant, waren ze van 80 euro naar 29,95. En toen dacht ik, oh, nou, doe mij mijn winkelmandje dan. Helemaal geen probleem. Ja, ik vind ze echt geweldig. Ze zitten lekker, ze lopen lekker. En ik heb dit altijd aan. Ook onder jurken wat ik nu aan heb. Dit is zo'n hele lange maxi jurk. Heb ik altijd cowboy laarzen aan. Dus dit met die gouden, dat gouden leren broekje. Super leuk. Dus ik heb cowboy laarzen gehad bij de Kostus. In de sale dus. Kijk, je kunt wel zien. Ze waren 80, toen waren ze 40. En toen opeens 29,95. Dus helemaal chill. Helemaal top. Ja, ik had zeg maar een outfit aan. Met een bruine top en dat stond met dat broekje. Dus ik dacht, oh, ik heb even een wit blouseje nodig die ik boven dat gouden broekje aan kan doen. Zodat het outfitje gewoon een beetje klopt in mijn hoofd. Dus ik pakte gewoon een random wit blouseje die aan een terughangrek hing. Maatje XS, normaal heb ik S of een M. En ik deed hem aan en toen dacht ik, oh, die is eigenlijk heel erg leuk en hij past perfect. Dus die heb ik meegenomen. Dit is de blouse. Hij is wel aan de prijzige kant, vind ik zelf, voor een witte blouse. Het is namelijk gewoon een basic witte blouse. Maar ik vond dit kraagje zo ontzettend schattig. Kijk, van die bloemetjes met van die pareltjes. En dat zie je nu gewoon heel erg veel. Maar het is gewoon een leuke detail aan deze blouse. Dus het is verder gewoon echt een hele basic blouse. Maar dat kraagje maakt het helemaal af, vind ik. Zit echt heel erg lekker. Het is een heel zacht stofje. Niet zo'n dik stofje, zo'n stug stofje, maar heel lekker zacht en flowy. Maar deze is dus 60 euro en heb ik in een maatje XS. Ik had het niet per se nodig, maar ik vond het kraagje zo, ik vond het zo leuk. En dacht ik, oh, dit is ook gewoon leuk met gewoon een spijkerbroek. Gewoon basic, maar dan heb je toch een leuk kraagje. Dus, goed verhaal, ik heb deze dus ook nog meegenomen. Dan pak ik weer even mijn accessoire tas erbij. Want ik ben ook nog naar de Lush geweest. Het huis waar ik nu in woon, samen met mijn moeder, is verkocht. Maar hier hebben we nog een bad. En ik denk dat dit de laatste keer is dat ik een huis heb met een bad. Misschien ooit later nog, maar voor nu moet ik het ervan nemen nu het er nog is. Dus ik dacht, weet je, ik ga mezelf gewoon verwennen met nog Lush Bath Bombs. Elk jaar haal ik het weer. En die geur die hier vanaf komt is echt hemels. Even kijken, ik heb de Catch Me If You Can. Oh ja, de Catch Me If You Can. Het is echt verschrikkelijk om te laten zien eigenlijk. Maar, kijk nou. Is de Gingerbread Bath Bomb. Dit zit vol met gouden glitters. Zo leuk. Maar dit is echt zo'n Lush geur. Heerlijk vind ik deze. Dus hier ga ik zeker, misschien vanavond wel, mee in bad. Ja, en hoe duur zijn die Bath Bombs? Staat hier volgens mij niet op. Volgens mij zijn ze... Ik weet het eigenlijk niet. Tussen de 7 en 12 euro, zoiets. Ik weet het niet meer. Die heb ik gehad. En ik heb de Magical Santa. En deze had ik vorig jaar ook, maar dit is echt een favoriet. Dit is hem. En deze is ook zo leuk. Kijk nou, echt zo'n dikke bath bomb. En dan met een kerstmannetje. De achterkant is roze. Nou, deze geeft allerlei kleurtjes als je hem in bad doet. Ik ben zo fan van Lush. Dus ik ga hier echt nog even van genieten dat dit nog zo in bad kan. Want hier hebben wij nog een bad. Dus ik heb twee bedbombs gehad. Oké, dan pakken we hem door met nog iets heel erg kerstig. Je hebt in Maastricht een winkel. En die heet It's All About Christmas volgens mij. En dat is dus een winkel. Een beetje bij dat overdekte centrum. En daar heb je dus een kerstwinkel. Met gewoon dus wat ik zeg, alleen maar kerstartikelen. En dat is zo leuk. Het is een beetje een intratuin, maar dan echt mini, mini, mini. Dus heel klein. Maar een beetje met dat soort items ook. Allemaal kerstbalornamenten en potjes en dingetjes. En toen zag ik dit. En toen dacht ik, oh, dit is echt iets wat je bij de TK Maxx kan vinden tijdens de kerstdagen. Maar wat zo uitverkocht is. En toen zag ik het. En toen dacht ik, ja, dit moet ik meenemen. Kun je het al raden wat het is? Als ik dit laat zien. Oh, wat vind ik deze mooi. Het is een gingerbread house. En ik ben echt gek op gingerbread.
Dat is sowieso nu een hele trend, maar ik heb het altijd al geweldig gevonden. Kijk nou naar dit huisje. Deze details zijn niet normaal. Het zit helemaal onder de glitter. En ja, die glazuur zeg maar wat erop zit. Glazuur is gewoon zo mooi aangebracht. Het is echt een hele mooie. En deze kun je dus aandoen. Ik weet niet of je het een beetje kan zien met die ringlamp. Maar hij staat dus nu aan. Je ziet dan die raampjes helemaal geel kleuren. Zo schattig. Dus deze heb ik gehaald. En deze was €24,95. En dit is dus de winkel. Toen kwamen we bij een soort boutiqueje. En ik weet niet meer hoe het boutiqueje heet. Maar je hebt daar heel veel boutiqueën. En daar waren zulke leuke items. Mijn zus heeft daar ook heel veel geshopt. Ik heb daar uiteindelijk een pak gescoord. Ik draag echt vet vaak een pak. Ook naar werk. Maar deze is zo mooi. Moet je kijken. Dit is de broek. Het is een wijde pantalonbroek. Bruin. Maar kijk. De detail. Kun je het zien? Er zit glitter op. Dus die bruine strepen zijn van dat bronzen bruine glitters. Dus die heb ik gehaald. Hij is ook lekker stretchy. De broek was €70. Dus wel aan de prijs. Maar ik heb dus de blazer er ook bij. Dit is zo'n leuk setje. Ook dus weer met van die glitterdraadjes. Een bruin pak. Ja, het staat gewoon echt super leuk. En deze heb ik in een maatje L, want er was geen kleine, maar het zat echt heel goed, want het viel best wel klein. En de blazer was €85, dus wel echt aan de prijs, vind ik zelf. Maar het is zo mooi qua set en dit doe ik echt aan naar kantoor en zo, maar ook gewoon alledaags. En dan kom ik alweer bij het allerlaatste item en dat was een item van de Zara Home. We zijn trouwens ook nog naar Riviera Maison gegaan. Je hebt daar dus een Riviera Maison winkel met heel veel verdiepingen en oh, wat was dat mooi. Ik moest me zo erg inhouden. Echt prachtig. Maar vervolgens liepen we dus... dit was denk ik de laatste winkel waar we heen zijn gegaan. De Zara Home. En ook allemaal kerstdingen hebben ze daar dus nu. En toen zag ik een geurkaars. En jullie weten het. Ik maak mijn eigen geurkaarsen. Co-season NL. Dit is de Instagram. Ik ben volledig uitverkocht. En dit jaar had ik dus ook gingerbread geurkaarsen. En die zijn zo hard gegaan. Dat is niet normaal. Ik heb er ontzettend veel gekocht, verkocht. En daar ben ik echt heel erg blij mee en dankbaar voor. En ik gun mezelf dan niet een eigen kaars van mijn eigen collectie. Dus ik had super veel kaarsen gemaakt van de gingerbread. Ik had ook nog allerlei andere kerstkaarsen. En ik heb mezelf er niet eentje eigenlijk gegund. En achteraf heb ik daar heel veel spijt van. Want de geur rook zo lekker naar gingerbread. Echt zo'n zoete gingerbread geur. Maar ik ben dus uitverkocht, dus ik heb de geur niet meer. Toen dacht ik, het is oké. Toen liep ik dus naar de Zara Home. En toen zag ik de gingerbread kaars. Nou, credits naar deze verpakking. Toen dacht ik, zou die ook zo lekker ruiken als mijn eigen kaars? Dus ik neem open. En toen rook ik hem. Precies dezelfde geur als mijn kaars. Ja, gingerbread kun je ook niet echt fout mee gaan. Maar je hebt echt nog wel verschillende kwaliteiten in gingerbread geuren. Maar hij ruikt precies als mijn gingerbread kaas. Toen dacht ik, oh ja, ik wil eigenlijk geen kaars kopen die ik zelf ook heb gemaakt. Maar ja, ik heb niks meer en ik vind de geur zo lekker. En toen dacht ik, weet je, toe maar. Ik koop er een bij de Zara Home. Maar volgend jaar hou ik er gewoon nog een van voor mezelf van mijn eigen collectie. Want hij ruikt precies hetzelfde. Dus dat vind ik dan ook wel weer cool. Dan denk ik, oh, daar ben ik wel trots op. Maar hij ziet er echt prachtig uit. Dit is de verpakking. Een donkerrode glazen verpakking. Ik vind het logo ook heel klassiek, heel mooi. Kijk. En een gouden deksel. En de kaars is dus ook rood. En het ruikt gewoon naar gingerbread. Zo lekker. Je moet ervan houden hoor, van gingerbread geur. Het ruikt heel erg naar ontbijtkoek. Dus ja, ik vind dit echt prachtig. Deze heb ik gehaald. Volgens mij was deze kaars €18. En ik bewaar deze voor mijn eigen huis. En dat is alles wat ik heb geshopt in de Maastricht. Tijdens de kerstmarkt, maar ook dus in het winkelcentrum zelf. Echt een tip om heen te gaan. Het is super leuk en gezellig. Wel mega druk, dus daar moet je wel tegen kunnen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze items vond. En of jij wel eens bij de kerstmarkt in Maastricht bent geweest. Laat het zeker weten in de comments. En dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik je tot de volgende video weer. Doei doei!